Als je nu je brommer of snorfiets op benzine laat slopen, kun je van de gemeente Den Haag een vergoeding krijgen voor een schoon alternatief. Bijvoorbeeld een gewone of een elektrische fiets, een elektrische brommer of snorfiets of een openbaar vervoerabonnement. Het tegoed dat je krijgt is €400, met een OJEVA-pas zelfs €750. Hoe werkt het? Eerst controleer je of je voldoet aan alle voorwaarden. Rijdt jouw brommer of snorfiets op benzine? En wordt die gesloopt na 28 februari van dit jaar? Stond de brommer of snorfiets voor 1 december 2020 al op jouw naam? Stond je 1 december 2020 zelf al ingeschreven bij de gemeente Den Haag? En heb je dit jaar nog niet eerder een onroutegoed gekregen? Als je voldoet aan deze voorwaarden ga je verder. Je maakt een afspraak met Tencent Tweewielers voor de gratis ophaalservice. Ze komen je brommer of snorfiets bij jou thuis ophalen en geven je een demontageverklaring. Dat is een sloopbewijs. Op hun website lees je de voorwaarden. Je kunt de brommer of snorfiets ook zelf naar een FDW-erkend demontagebedrijf brengen. Met de demontageverklaring vraag je bij de gemeente via de website je tegoed aan. Je kiest daarbij waarvoor je het tegoed wilt gebruiken. Dat kan zijn voor de aankoop van een elektrische brommer of snorfiets. Of een gewone of een elektrische fiets of bakfiets. Maar je kunt ook kiezen voor een openbaar vervoersabonnement bij de HTM. Of een OV-abonnement voor heel Nederland. En voor het gebruik van deelauto's, deelscooters of deelfietsen. Met je tegoed ga je naar een van de aangesloten leveranciers en zoek je een fiets of brommer uit. Het OV-abonnement wordt geregeld door HTM of Dumoco. Door alle vervuilende brommers of scooters op benzine om te ruilen voor een schoner alternatief, maken we samen de lucht in Den Haag schoner en de stad gezonder en leefbaarder. Een omroutegoed opvragen kan tot met november dit jaar. Maar denk erom, op is op. Ga naar denhaag.nl/omrouwregeling.